kunnen sinds lange tijd weer gaan detecten. Door de weersomstandigheden viel het niet echt mee en bepaalde afspraken. Maar we zijn weer verenigd. Ja, ja. Maatje Ben en ik. Daar zijn we weer. We gaan mooie vondsten doen vandaag. Blijf erbij. Ja, ja, kijkers. Het eerste muntje. Een 1 cent. Niet een ouwertje, maar toch leuk. Yes. Deze klonk lekker. Hij zit in het kluitje hier. We gaan even kijken. Oh ja. Hebben ze. Zilver. Hey Ben. Ik denk dat ik dit eerste zilvertje heb. Oeh. Of het is een duppie. Nee. Dat is een zilver, hè? Ja. Dat is een zilveren kletser. Dat is een duppie. Ja, dat is wel 10 cent, maar dan zilver. 10 cent? Ja. Ouwe. Ik denk... Nee. Wilhelmina. Dat is... Nee, een zouwere. Wat dan? Ik denk een ouwe. Wilhelmina die had korte rondjes. Willem 2 dan. Dus kijk, je ziet al letter. Ja? Een cijfer. 9. Willem 2? 9 zie je hier. Zie je dat? Ja. Nou, ik zou hem schoonmaken. Dit is zilver, denk ik. Dit is geen 10 cent. Dit is ouwer. Hier geen Wilhelmina. Het is niet zo dun. En we hadden kartelrandjes voor. Ja, dit is een man. Fucking sick. Willem 2, denk ik. Want hij kijkt naar links. En als hij naar rechts kijkt, is het Willem 3. Dat is mooi. Dus Willem 2 was in... Wat geeft hij voor volgens mij 1849 en toen kreeg hij Willem 3. Ja. Dus... Ja. Het is een Willem II, ongetwijfeld. Ik zie het. 1849. Dus lekker zilvertje. Hoppa! Die had ik niet verwacht hier te vinden. Een kogelhuls. Ouwertje denk hoor. Ik heb hier een mooie afbeelding hier van, ja, het lijkt wel zilver. Een soort paar ribbers of zo. Nou, kijk. Mocht hij nou niet goed erop staan, dan laat ik hem thuis nog eventjes een keertje goed in beeld brengen. Of ik zet hem erbij. Maar dit is een hele gave vondst. Kijk, weer een musketkogel. Dus en net al dat bijzondere zilveren figuurtje met die ridders. We zitten hier op een goed stukje. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen verstaan door die wind. Maar we vinden toch leuke dingen. Mijn kameraad vindt een munt. Ben. We gaan even kijken. Ah. Zal het zijn? Ja, moeilijk te zien. Gaan we even kijken. Ik denk... Dat is een lastig, hè? Ja. Die houdt zich nog verborgen. Ja. Maar er komt achter. Je ziet nog wel wat, hè? Je ziet wel wat, ja. Ja, nou ja, thuis even kijken. Toch een munt, hè? En een musketkogel en 2 keer zilver. We zitten op het goede spoor. Mooi. Lekker bezig. Ja, toch?
Yes. Daar word ik weer vrolijk van. Precies. Oeh, deze is ook lekker. Even kijken. Even kijken hoor. Zou wat leuks kunnen zijn. Mag wel weer eventjes. Het is alweer even geleden. Come on baby. Ja. Koude tijd. Deze klinkt ook weer heel lekker. Nou is het weer een live ding met een mooi. Hoor eens, 15, 16, 17. Een leuk gespje of zo. Moet even kijken. Dat ligt ook niet zo heel diep. Oh. Ik zie het al. Ik ben genaaid. Kijk, doordat hij natuurlijk rond is, ronde kanten, krijg je zo'n mooi signaal binnen. Zo, dit is letterlijk en figuurlijk een frisse neus halen, maar het is al een lange tijd niet droog weer geweest. Dus we blijven toch lekker doorgraven, je moet het ervan nemen nu het nog kan. We gaan ook natuurlijk langzaamaan tegen de zomer, richting de zomer weer. Dus dat is sowieso een mooi vooruitzicht. Maar voor deze tijd van het jaar moet je pakken wat je pakken kan. Dus dat doen we dan ook bij deze. Ik ga gauw kijken wat er nog meer ligt. Kijk, ik had hem al gezien, maar we hebben hier een leuk gespje. Ik weet niet of het een ouwertje is, maar hij is grappig. Ja, toppertje. Lekker. Ben lekker smikkelen. Ja. Hey. Milkshake erbij nog. Dankjewel. Ah, lekker hoor. Van al dat graven krijg je honger. Eet ze, maat. Smakelijk.